Ik ben Christoffer Schuren van de Prijkenshoeven uit Mol. Wij hebben een melkveebedrijf met 70 melkkoeien. Een deel van onze melk verwerken wij tot hoevenijs, maar wij houden ons ook bezig met het zuiveren van ons afvalwater. Voilà, dit is ons rietveld. Ziet er knap uit. En nog zo groen, zo direct na de winter. Ja, dan zijn wij voor biezen gekozen in plaats van voor riet. En dan blijft dat groen. Met hetzelfde effect van riet dan? Ja, het heeft hetzelfde effect. Alleen dat wordt zo hoog niet en dat gaat niet plat liggen. Ja, dit is ons waterzuiveringsstation. Dit is een lavabak met matte biezen op. De biezen die dienen voor zuurstof in het water te brengen. En op de lavasteentjes, daar hechten zich bacteriën aan. En die zorgen voor de zuivering van het water. Het water wordt hier vooraan onder in een bak gepompt. Het afvalwater. En het zuiverwater loopt er gewoon achteraan in onze infiltratievijver. Ja. En de drie putten voorafgaand aan het rietveld? Ja, dat is, daar komt het afvalwater in. En de eerste is een vetafscheider. De tweede is een bezinkput en de derde is de pompput die in het water naar het zuiveringsstation pompt. Ja. Dus, want de vetafscheider is wel heel belangrijk, want vet, zand, dat is uit een boze, want dan slipt dat dicht en dan werkt het niet meer. Ja. En qua onderhoud, is er veel onderhoud aan zo'n... Wij maaien 2 keer per jaar maaien wij onze biezen kort en voor de rest zorgen dat er niet te veel onkruid en andere planten opgroeien. Christophe, waarom is het voor jullie belangrijk om aan duurzaam waterbeheer te doen? Het waterzuiveringsstation bouwen was voor ons huishoudelijk water verplicht vanuit de gemeente. En wij hebben daar maar direct in gebouwd voor heel ons bedrijfsafvalwater. En zo brengen wij als boer of landbouwer ons steentje bij aan de natuur. Dit is het afvalwater dat in het rietveld terechtkomt. En dit is het resultaat als het er achteraan gezuiverd is.